Lumière in Maastricht is dus uitverkoren tot het beste filmhuis van Europa. David de Pree, de artistiek directeur daarvan, die is hier in Cannes op het filmfestival. En wij vroegen hem om een reactie. Het is een hele grote verrassing en als je hier op het festival rondloopt, geeft het natuurlijk extra cachet. Het is ook fijn om tussen alle collega's te zijn die je dan ook meteen feliciteren. Ja, want dat wilde ik net vragen. Zijn de reacties hier dan ook? Ja, absoluut. Ja. Dat gaat als een lopend vuurtje. Ja. Om de simpele reden dat zo'n prijs wordt niet zo heel vaak uitgereikt aan een Nederlands filmtheater of filmhuis. Nee. Dus het heeft wel iets speciaals. Ja. En wat was nou het belangrijkste argument van de jury om jullie die prijs te geven? Hè? Het beste filmhuis van Europa, ja. Afrika zelfs en het Midden-Oosten. Ja, precies. Combinatie. De prijs wordt uitgereikt door de International Cinema Technology Association. Dat wil dus zeggen dat het belangrijkste argument eigenlijk is de inrichting, de sfeer, de beleving en ook de inzet van techniek en technologie. Dus het gaat om eigenlijk om het hele pakket. Niet zozeer specifiek de programmering of de films die we uitzoeken, maar eigenlijk de manier waarop we de mensen ontvangen, het gebouw, de inrichting. We hebben natuurlijk een heel bijzonder monumentaal gebouw waar we heel trots op zijn. Maar ook het gebruik van techniek, zoals bijvoorbeeld gebruik van goede projectoren en dergelijke. Ja. En wat kan deze prijs voor een impact hebben voor Lumière? Ik denk op twee manieren. Op de eerste manier is het gewoon heel fijn om een erkenning te krijgen, zeker in relatie ook tot de overheid. Want wij hebben een aantal hele belangrijke functies. Naast het vertonen van reguliere films doen we ook heel veel projecten op het gebied van educatie, talentontwikkeling en zo verder. En in onze relatie met de overheid is het gewoon belangrijk om te kunnen laten zien dat datgene wat we doen, dat dat ook een bepaalde uitstraling heeft, dat een bepaalde betekenis heeft. En een andere manier vind ik zelf wel heel interessant, is er komen best veel bouwers van bioscopen van buitenland, bijvoorbeeld België, die komen naar ons toe om te kijken hoe het in Maastricht gedaan is. Dus het levert niet alleen ons wat op, maar ook de regio, zou je kunnen zeggen. Het is niet zomaar een filmhuis. Nee, ik denk dat helemaal klopt wat je zegt. Ja. En heb je ook al hier in Cannes op kunnen toasten? Nee, dat gaan we vanavond doen, na de film.